In deze video ga ik wat uitleggen over effecten in Affinity Designer. Als je iets hebt gemaakt, dan kan je daar effecten op toepassen. Je effecten kan je vinden in het tabje Effects naast je Layers. Mocht je die niet hebben, kan je die tevoorschijn halen via View, Studio en Effect. Hij is aangevinkt, dus ik heb hem al. Nou, je hebt een heleboel soorten effecten. En ze zijn nu, kan ik ze nog niet aanklikken. Of nou ja, ik kan ze wel aanklikken, maar er gebeurt er niks. En dat komt omdat ik nog geen vorm of laag heb geselecteerd. Dus ik ga heel even terug naar mijn lagen. En ik klik dan de laag glans aan. Ik ga weer terug naar effect. Ik klik Gaussian Blur aan en daarmee kan je dingen vervagen. Nou ja, als je hem aanklikt, dan schuift hij open en dan krijg je de opties die bij dat effect passen. In dit geval is dat alleen de radius en preserve alpha. Nou ja, je hebt eigenlijk alleen die radius nodig over het algemeen. En nou, hij werkt zoals je waarschijnlijk al raadt. Je schuift hem naar rechts. En je ziet dan die witte lijnen hier op het slot. Sorry, de witte lijnen op het slot. Die zullen wat vervagen. Waardoor je een bepaald effect krijgt. Nou, als je tevreden bent, kan je weer op dat driehoekje ervoor klikken. Dan klikt die, schuift die in. Hoeft niet per se. En dan gaan we even naar de volgende kijken. Dat is Outer Shadow. Daar hebben we wat meer opties. Nou, Outer Shadow, dat betekent eigenlijk gewoon een schaduw. En die wil ik toepassen op het hele slot. Dus ik selecteer met Ctrl beide lagen. Ik ga naar Effect. Ik klik Outer Shadow aan. En dan kan ik gaan spelen met de instellingen. Ik begin even met de radius. Als je die wat naar rechts schuift, als je het helemaal doet, dan zie je al dat er een soort donkere gloed om het slot heen komt. Ik heb beide vormen geselecteerd, dus vandaar dat hij het overal toepast. Dus dat is eigenlijk hoe ver je schaduw zich verspreidt. Met offset bepaal je hoe ver die in een bepaalde richting gaat. Dus dat is maximaal 100 pixels. En hij gaat dan alsof de lichtbron hier linksboven is en de schaduw gaat dan naar rechtsonder. Dat kan je aanpassen als je dat wil door de angle aan te passen. En dat doe je door gewoon hier aan te draaien. En dan zie je dat je een hoek kan kiezen die je mooi vindt. Ik laat hem even staan. En ik schuif hem weer naar 0. Dus dan komt de schaduw aan alle kanten gelijk. Opacity, daarmee kan je bepalen hoe donker of licht de schaduw wordt. Dus als ik hem naar links schuif, helemaal naar links, dan zie je helemaal niks. Schuif ik hem helemaal naar rechts, wordt hij vrij donker. Dus ik zal het even laten zien. Ik zet die offset even weer op 100. Kijk, nou is hij heel erg zwart. Schuif ik hem naar links, wordt hij weer wat lichter. Je kan ook nog een andere kleur kiezen. Rood bijvoorbeeld. Nou, inner shadow, dat is de schaduw aan de binnenkant van de vorm. Werkt hetzelfde, je hebt de radius. En het beste kan je er gewoon zelf mee experimenteren, want het zal per vorm of per, ja, wat je ook maakt, zal het verschillend zijn wat een mooi effect is. Als je uit wil zetten, vink je ze gewoon weer even uit. Als je hem aanvinkt, komt hij weer gewoon terug. En dat is dus het mooie. Nou ja, goed, er zijn een heleboel opties. Met die 100% hierboven kan je dan bepalen hoe sterk het effect eigenlijk alle toegepaste effecten worden. En als je naar je lagen gaat, en in dit geval heb ik alleen nog een effect op de glanslaag, hè, dat vervagen wat ik net heb gedaan, dan zie je hier op de laag glans, naast het vinkje helemaal rechts, zie je FX staan. Nou, FX, dat betekent effect. Die staat ook nog hier onderin. En daar, dus je kan het op allemaal manieren terugvinden. Maar dat het hier op de laag staat, betekent dus dat je een effect hebt toegepast op deze laag. In dit geval dus die twee witte balken die ik heb vervaagd. Als je daar dan één keer op klikt, dan krijg je je effecten te zien. Welke je hebt toegepast. In dit geval dus alleen die Gaussian Blur, die staat hier bovenaan aangevinkt. En nou ja, zo kan je dus heel snel zien welke effecten je hebt toegepast en dan kan je ze altijd nog wijzigen.
Dus het maakt niet uit als je over een jaar bedenkt, nou, ik had het toch liever anders gedaan. Klik je gewoon op FX, pas je hem aan en dan is het weer weg. Ik geef het slot toch nog even een effect. Deze laten we dat even doen. Nou, we zien hier op de lagen ook weer die FX tevoorschijn komen. Ik klik erop. Dat geldt dan nu alleen voor deze laag, dus dat gele blokje. Nou, je ziet dat ik Outer Shadow, dat die is aangevinkt. De rest heb ik niet. En nou ja, goed, je kan hem helemaal aanpassen naar wat je wil. Ja, ja, ik doe het even zo. Dus je ziet nu, ik heb de schaduw eigenlijk heel hard gemaakt. Dus hij verloopt niet mooi, maar het is gewoon eigenlijk een rode rechthoek geworden. Dus dat is hoe je effecten toepast. En hoe je ze ook weer weghaalt. Dus je vinkt hem uit, close. En hij is weg. Dat was het wat betreft effecten.